geachte voorzitter, leden van het Zaterdagberaad en van Patreon. Dank u wel dat we toch nog iets mee mogen geven vanuit de vereniging Zaans Erfgoed voor de discussie die u straks gaat hebben over de uitbreiding van de Welstandsnota. Ik ben Ron Kieberig, bestuurslid van de vereniging. Hoewel wij samen met Stichting Babel, de corporaties en huurders alle gelegenheid hebben gegeven deel te nemen aan de symposia die wij over de afweging sloopnieuwbouw versus renovatie hebben georganiseerd, heeft onze vereniging vanavond geen uitnodiging ontvangen om deel te kunnen nemen. Ons verzoek daartoe is afgewezen. Vandaar dat ons verzoek aan de raad om hier nu inbreng te mogen hebben wel is gelukt. En dat is eigenlijk een unicum bij de gesprekken met de raad. Onder verwijzing naar allerlei gerenommeerde instanties, bedrijven en personen heeft onze vereniging aangetoond dat alle aspecten van het afwegingskader sloopnieuwbouw versus renovatie in het voordeel uitpakken van renovatie. Dat is dus inclusief de kostenafweging. Zie hiervoor onze visie op dit onderwerp. De corporaties schrijven in hun visie het erfgoed te respecteren. Waarom dan niet vol enthousiasme renovatie ter hand nemen in de vroeg 20e eeuwse sociale wijken, maar aan de raad vragen juist erfgoed minder strikt te nemen? Het lijkt op een hesse die tegen erfgoed gevoerd wordt. Nog even en erfgoed is de nieuwe Zwarte Piet. In wijken die gerenoveerd gaan worden, zoals de Rode Buurt in Zaandijk, persisteert de corporatie in de sloop van een deel van de wijk. Hiermee verliest de wijk in de toekomst haar waarde als stedenbouwkundige eenheid. Ondanks de aantoonbare hogere kosten wordt de historisch waardevolle wijk stuk gemaakt voor de toekomst. Hetzelfde dreigt de detaillering van de architectonisch waardevolle erfgoed. Voor het blok in Krommenie is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, volwaarde voor sloopnieuwbouw. De nieuwbouwplannen die we tot nu toe hebben gezien lijken in de verste verte niet op de architectuur die er was, alsof de grenzen van het beeldkwaliteitsplan zijn opgezocht. Daarom vinden wij het goed dat de welstandsnota wordt uitgebreid met een paragraaf over de vroeg 20e eeuwse wijken, die voorborduurt op de waardekaarten die zijn vastgesteld. Het blijft een publieke verantwoordelijkheid hoe onze stad eruit ziet. En die verantwoordelijkheid mag niet naar externe partijen gedelegeerd worden. Dan is het hek van de dam. Dank u wel voor uw aandacht en we wensen u een goede discussie straks. Meneer Kieburg, dank u voor uw inspraak. Ik heb vraagsteller nummer 1, dat is de heer Hartog van de SP. Gaat u op. Ja, dank u voorzitter. Dank u voor de inbreng, meneer Kieburg. U zegt dat renovatie volgens berekeningen goedkoper is dan sloopnieuwbouw. Gaat u uit van dezelfde berekeningen en dezelfde cijfers als die bij de woningbouwverenigingen bekend zijn? Of is de woningbouwvereniging in de veronderstelling dat sloopnieuwbouw toch goedkoper is? En hebben ze daar ook cijfers voor? De cijfers die Patillon bijvoorbeeld hanteert bij het blok en bij het rode buurtje, die zijn bij mij niet bekend en volgens mij bij niemand. Maar als je gaat navraag doen bij bijvoorbeeld het ministerie of de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, maar ook naar grote bouwondernemingen, dan roepen die allemaal om het hart dat renovatie goedkoper is dan sloopnieuwbouw. Dank u voor het antwoord. Dan heb ik nog een vraag van meneer Rienstra van de VVD. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk dezelfde vraag als de heer Hartog, maar nu een verlengde. U heeft dus niet met de corporaties gesproken over wat hun extra kosten zouden zijn of mindere kosten. Zeg maar het verschil tussen renovatie en sloopnieuwbouw. Die cijfers heeft u niet en die weet u niet. Behalve de cijfers over de kortingen op de verhuurdersheffing. Maar daarvan heeft het ministerie gezegd dat dat niet uitmaakt. Of je nou een sloopnieuwbouw of renovatie doet, omdat dat ongeveer op hetzelfde uitkomt. En dan heb ik het dus alleen over de verhuurdersheffing. Mag ik maar vervolgen? Sloopnieuwbouw,
Oké, dat heeft u niet. Want dat is er dan nog goed. Ja, dan gaan wij dat straks in de praat met de raad, gaan we dat, die vraag stellen. Wat het verschil is. Want ik neem aan dat, want corporaties die zijn erg, ja, laat ik maar zeggen, ook op de centen. Dus als zij het goedkoper kunnen, of dan zou dat ook, zullen ze dat zeker doen. Maar ik ga het straks vragen. Komt zo aan de... wij hebben het ook gevraagd, maar we hebben daar geen antwoord op gekregen. Nee, komt zo aan de orde, meneer de heer Rienstra en Kieburg, dit onderwerp. Ten slotte heb ik nog meneer Pietersma van de PvdA. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Kieburg, ik heb even één vraag. En dat heeft ook wel een beetje met de kostenbeleving te maken. Omdat dezezelfde gemeenteraad heeft natuurlijk gezegd dat wij de komende jaren 1000 woningen per jaar willen bouwen. 300 sociaal. En alles binnen stedelijk. Dus dat betekent ook dat die corporaties in bepaalde wijken natuurlijk ook de opdracht zullen hebben om te gaan verdichten. In die prijsvergelijking, is dat element daar ook in meegenomen? Want dat maakt natuurlijk nogal uit. En even los van het feit dat je bij elk project er zoveel afweging moet maken, wordt daar een misverstand over. Voor zover ik uw vraag goed heb verstaan, want er zit nogal wat ruis op de lijn. Als we naar de rode buurt gaan kijken, dan blijkt daar dat het gedeelte waar sloopnieuwbouw gaat plaatsvinden, dat ten koste gaat van twee woningen. Dus in plaats van verdichting is daar verdunning aan de orde, waar het gaat om sloopnieuwbouw. Dus ja, ik vraag me af, als dat overal het geval is, en dat ligt eigenlijk wel voor de hand, omdat de nieuwbouw over het algemeen de kavelbreedte van de woningen groter is als bij bestaande woningen, dat er minder woningen teruggebouwd kunnen worden als dat er gesloopt worden. Dank u. Meneer Pietersma, dat voor zover eventjes. Even een technische mededeling voor u. Als u praat, dan lijkt het net of u in windkracht 9 ongeveer staat. Dat geluid. Oké. Okay. Dus misschien dat Sorry. U... Nee, dat is meneer Pietersma. Die heeft is heel slecht te verstaan. Dus misschien moet u hem even opnieuw inloggen voor een betere hoorbaarheid. Even kijken. Tot zover, meneer Kieburg. Dank u wel voor de inspraak. Dat waren de vragen. En,